bij een nieuwe vlog. We hebben vandaag bedacht om gewoon een keer wat anders te doen. We zijn naar de Mac geweest. Echt een dikke kop hier. Ja, dat gaan we toch vaker. Ja, dat we... Nee, daarom, ik denk echt wel wat de fuck hebben. Ik hoop echt... En hier is de muziek. Ja, dat was wel grappig. Ja, dat duurde weer super lang. Ja. Dat duurde weer echt super lang. Bij jou wel. En dat ding waar je op moet bestellen, die easy order, hij stond bij mij in het Duits. En ik kan wel gewoon Duits, maar ik vond het irritant. Dus ik doe zo back, daarna Nederlands, want dan kun je Engels, weet ik veel, je kunt dan gewoon Italiaans stellen. Nederlands, oké, en dan is hij gewoon nog steeds in Duits. En we kwamen binnen en ze gaven gewoon gratis kinderen zeg. Die zullen waarschijnlijk gewoon op de grond niet te vallen. Nou, oh, wil je gratis kinderen? Dus ik zei ja. En ik had hem. En ik ging dat. Ik heb McWraps. Ik zag gewoon een snap van Dennis, die hier werkt. Ik zeg zijn achternaam niet. Dennis. Ja, Stijn. Met Ravenclaw. Ja. Die vond je goed, hè? Die vond ik heel goed. Ja, dat dacht ik al. Ja. Zeg maar hoe goed ik ben. Heel goed. Oké, zeg maar. Wel goed om deze keer, hè? Zeg het nu op je klaarkomst. Waarom ben je goed aan me gaan? En ook je gezichtsuitdrukking in de keer. Nee. Je campface. Dat was alleen. Je campface. Dat weet wij. Nee. Maar wat ik aan het vertellen was. Ja, heb je snap gezien. Ja? Dat hij gewoon al die kipnuggets die over zijn aan het eind van de avond. Dat kan hij allemaal opeten. En dat doet hij ook. Mm-hmm. Goed zo, Dennis. Ik ben trots op je. Het is een mooie dag. Nee. Nee. Nou ja, het is wel een leuke dag. We gaan lekker goed met Harry Potter. We spelen even Lego Harry Potter, omdat we er zin in hebben. En nee, dat gaat goed toch? Nu hopen we dat we alle Student in Perils vinden. Ja, we hadden 99,9% uitgespeeld de vorige keer. Ja. Dus de één Student in Peril. En hij zat ergens bij zijn staan, maar we konden hem niet vinden. Nee. Echt kut leven. Daar kreeg ik wel een slaplachje van. Ja, je had toch ook een keer 2 weken dat het niet anders kon. Huh? Ja, dat klopt. Ja, ik ging toen naar de huisarts daarvoor. En die zeiden gewoon van... Ja, heb je stress? Ik zo... Nee. Nee, niet echt stress of zo, maar... Ja, hij moet het toch gewoon doen. Mm-hmm. Cool. Zei ze van, nou, wacht het 4 weken af. Als het dan niet over is, dan wil ik je terugzien. Nou, toen na 2 weken, toen deed hij het gewoon, stond ik op. En toen... Ja! Stiekem bij mij jou een paar minuten later op terug. Nee, je weet toch gewoon die ochtendboner? Nee? Ja, en toen, gewoon echt een paar weken later, toen stond ik op en toen werd ik wakker en toen... Ja! Dus ik heb meteen... Ja. Surf! Dat is echt gebeurd. Nee. Jawel. Ja, ik vond hem altijd nog met mijn vriendin. Ah, ja. Nou, toen was ik toch met haar aan het chillen. Toen dat gebeurde. Ah. En toen zei ze, nee, ik heb pijn. Ik ben een pauze. Ik zat ook te denken om een MacBook te nemen, maar ik heb die nooit gehad. En ik vind deze zo lekker, dus toen heb ik daar maar niet goed voor gekocht. Yes. Okay. Nee, ik heb gisteren ook al mijn gehad. Wat? Ik had gisteren mijn knie deed. Alleen omdat je vandaag zeg maar moest eten. Zeg van, is goed, gaan we naar de Mac. Ja, maar we hadden gisteren ook chillen. Maar opeens wou je niet meer. Nee, kon je weer niet meer aan. Ik ging pas, even kijken. 5 uur of zo. En ik was om 1 uur, was ik thuis. Ja, oh man, die zal om 30:30 zitten. Ze hadden zo'n meisje van 13 dat dronken gevoerd, dus zij was echt helemaal fucked up geworden. Ja. En ik moest super lachen. Dus ze zei, maar kotsen! Dus deze zat zo'n vinger in haar keel, zo. Had ze emmer onder gelegd. Ze allemaal... Maar ze moesten die kotsen. En hun allemaal super hard duwen. En die ouders zaten daarbij van, deze, doe eens even rustig. En zij zat daar zo... Maar het kwam er niet uit. Nice. En toen uiteindelijk trok die vingers eruit. Deze weer boos van, ja, ik wil het toch alleen maar helpen. Ik hoef die negativiteit niet. Dus zij ook weer boos. En zij zat daar zo... Dus ik zei tegen haar, ik hoop dat het bij zijn best heeft. Zei dat echt? Ja, natuurlijk. Toen ben ik terug gestopt met drinken. Toen ik wakker werd om mijn kots, sindsdien heb ik nog gedronken. Goed zo. Graag wel.
Jawel, nee, jawel. Daarna nog. De laatste keer dat ik alcohol heb gedronken was toen wij naar de wok gingen met Timon. Maar... toen we rosé biertjes aan het drinken waren. Maar dat was daarna deden we nog veel vaker bij jou toen we Minecraft speelden. Dat was nou de laatste keer. Dus het kwam niet een beetje gekotst, dat waren ook wammetjes toen. Nee, je ging ook nog een keer naar de markt met je team. Ja, maar dat was daarvoor toch? Nee. Maar hier. Oké. Dan was het toch wel te kotsen. Tot het ervoor heeft gezorgd dat ik het niet meer doe. Maar het is bijvoorbeeld wiet. Ik ging toen ene keer super bad, maar daar heb ik hem daarna nog wel een paar keer gedaan. Wat heb je al gedaan? Waarom ging je bad? Maar dat weet ik nog niet. Ik was te slecht. Ik ging hotbox in de auto. Met drie jongens. En normaal rook je zeg maar een half of een derde zeg maar. Dan geef je hem door. En ik had gewoon iedereen één cellen. Dus daarvan werd je al super stoned. En dan ook nog in de auto, hotbox, ramen dicht. Dus ik zat op een gegeven moment echt gewoon zo. Ik zat echt gewoon zo. En je, waarom ging je terugrijden? Niet, ik had zelf niet meer gereden. Lucas reed, hij had niet eens rijbewijs. Ik kon gewoon niet meer rijden. Maar dan ga je laag iemand zonder rijbewijs. Ja, ik kon niks. Ja. Dus je was nog een auto ongeluk. Ja. Ja, we waren lopen in de streetrein, dus er kwam geen auto, maar ja. Ja, we waren wel zonder tijd, joh. Nee. Die euro's neem je niet meer als je dood bent. Dat was ook grappig, hè. Ik had vrijdag een date met een meisje. Dit keer met een meisje? Steve Misty. En ik ben haar ex. En we vangen samen veel Pokémon's. Je moet er nog wel een fiets geven. Nee, en ik keek haar zo aan zo, we waren zo 2 uur zo in de date, ik had haar ontmoet via Tinder. En ik zeg zo, vraag je niks over mijn littekens, want we waren aan het poelen, weet je wel. Ik had gewoon een kort shirtje aan, dus zag je mijn spieren lekker. Zou je dat serieus? Ja, ik zo, heb je mijn littekens gezien? Zeg ze, ja, ik zo, normaal vragen ze dan. Oh ja, wat is er gebeurd? Ik zo, dat ga ik jij niet zeggen. Toen ze lang en toen zei ik, leeg af, raam kapot geslagen, want ik wil moeder laten zeggen. Ja, maar dat moet je ook even vertellen. Oh ja, nou, het was carnaval. Mijn moeder belde aan, ting dong. En ik dacht, moet ik laten schrikken. Dus ik doe de gram dan, doe ik niet aan. Dus ik sneak zo naar de deur. En toen sloeg ik door het raam heen. En toen met het terughalen had ik me waarschijnlijk helemaal opengehaald. En toen bloedde ik. En ze was geschrokken. Dat was het. En toen reden we ze weg in haar auto. En zij tapte nog zo'n deuk in die auto. Zo, ze was super boos. En ze hoopte allemaal dat ik dood ging. En zo, dat ik pijn had. Dat echte. Ja, ze was helemaal fucked up. Toen dacht ik, jij belt aan en je moeder slaat door het raam heen. En ze ligt helemaal open, allemaal bloed. En ik denk, what the fuck is dat? Oh my god. En snap je? Al gewoon adrenaline en zo. En ze was dronken. Nee. Gaat weer. Alweer? Vertel een verhaal ook eens. Welk verhaal? Je hebt wel goed afgedaan. De reden waarom je niet alleen een mes in de auto hebt, maar ook een mes naast je bent. Oh, dat was wel even creep, man. Vertel eens. Moet dat? Hallo? Wat blijf je verhaal? Oh, je wil het echt? Ja. Mijn moeder heeft een zoontje. Hier zit. Oh, die begon. Nee, ik ben een man. Ik ben een man. Ik ben Milan. Weet je wel, Milan, maar dan Milan. Nee, ik heb een broertje nog van 6. En zij kwam gewoon een keer om 11 uur aan, terwijl op een donderdag. Dus zij moet vrijdag gewoon naar school. Dus ik zei, dat kan niet. Dit slaat nergens op. En zei, waar bemoei je mee? Ik zo, ik ben zijn broer. Hey, en jij komt naar mijn huis. Dan denk ik, als ik me niet meer moet bemoeien, dan blijf ik lekker weg. Ja, en hij heeft de hele tijd geslapen. Ik zo, hij kan niet slapen. En ik ging lopen. Daarom kom je hier net op. Anders ging je daar te slapen. Ja, ik heb een caravan, dit, dat. Ik zo, je hebt een man. Caravan, wat zullen we doen? Nee. Waarom ga je dan alleen niet slapen? En toen, ja, moet je er niet mee? Ik zo van, mam, ze hebben al zeg maar... want de kinderen al, zijn ze al een beetje aan het onderzoeken van, kan ze er wel voor zorgen, ja of nee? Wat ik zo door voor ben opgevoed. Dus ik zo van, als ze jou nou een keer achtervolgen en ze zien dat jij om 11 uur met dat kind nog op straat bent, dan ben je hem zo kwijt hoor. Want als ze dan naar school gaan vragen van hoe doet hij het op school en die zeggen ja, ze zit altijd moe in de klas, dan ben je hem kwijt. Is dat zo? Ja, tuurlijk. Hij is ook gewoon moe. Ook gewoon, kom ik zo smiddag zo,
ga ik eten pakken en dan is hij er. En dan is het 5 uur en dan ligt hij goed slapen. Ik denk van... Oh, dat is goed. Dus ik... Jaden, wat? Ik heb melk voor jou. Ik heb lekkere melk voor jou. Maar leuk zo van, dat is toch niet slim? Ik bedoel, wil je de verzorgen, ja of nee? Zeg maar. Die kind gaat niet dood als je je gaat niet mee als je dood bent. Nee, ik zeg maar, als je er niet voor ons zorgt, kun je dat toch gewoon tegen me zeggen? Ik bedoel, dit kan niet, als je dit doet, dan zorg je er niet voor. En als je er niet wil, waarom, dan kun je dat toch gewoon zeggen? Ik ben niet over te liegen. Nee, toen werd ze dus nog boos. Ik zei, ja, volgende keer, dan kan ik kan ook gewoon een aanklacht gaan maken bij de kinderbescherming. Dat is geen probleem. Ik bedoel, ik wil het beste voor hem. En wat jij nu flikt, dus, dat kan gewoon niet. Kijk, als je een keer later bent of zo, en dan... dat laat weten, dan hey, dat kan, het kan altijd een keer uitlopen, maar gewoon minimaal 1 keer per week gebeurt dit en dat kan gewoon niet, dus... En ze zei dat ze om 7 uur zou komen en ze kwam pas om 11 uur. Ja, en dat ik niks weten. Dus stel dat ze een auto ongeluk had. Niet dat ik me daarom druk maak, maar gewoon dat kind moet op tijd naar bed, klaar. Zij zorgt ervoor, neemt die verantwoordelijkheid voor niet, dan moet iemand anders doen. Ja. Daar ben ik nog wel van mee. Want als mijn voogd er niet was, dan was ik ook zo geëindigd, snap je? Daarom komt het zeg maar zo... Dichtbij. Dan denk ik van, ja. Anders zat ik hier. Dan had ik mensen vermoord. Nee? Ik zei, daar ben ik zelf niet bij me. het is nog niet helemaal af. En zij allemaal zo van, oh ja, maar als je die aangaf inliet, dat kan ik zien. En dat doe ik niet. Heeft zo, ja, ik wil gewoon best vragen. Nee, ik begon allemaal vandaag nu sporen en zo. Ik zeg, man. Ik heb gewoon weer gedronken, wat de fuck. Nee. Zij zei, nee, ik heb niet gedronken. Ik zei, oké, blaas dan. Nee. Dan begon ze maar uit te schelden voor mijn gol en zo. Ik zei, nee, ik zeg gewoon tegen jou dat je op tijd moet komen. Dan word jij boos. Je zegt ook niet van, ja, sorry dat ik om 11 uur kom. Nee, want jij vindt het blijkbaar gewoon normaal. En tenminste, ze is allemaal boos. Van, ja, toen met Isa, die hoer. Heb ik het voor je opgenomen. Ik zei, ja, dat waardeer ik ook. Maar het gaat nu om Jaden, zeg maar. Snap je? Mm-hmm. En tenminste, ze is allemaal boos. Dus ik dacht gewoon, Ik denk voor de zekerheid een beetje. Ja. Dat ik wel. Ik denk wel echt van, ze komt straks binnen en dan gaat ze me doodsteken. Nee, ja, ook niet, maar... Wel bijna. Wel gewoon een goede bond. Marion zie ik als moeder, maar haar zie ik zeg maar meer als vriend. Dus zo heel goed. Ik heb haar nog nooit echt boos gezien ofzo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus weet ik veel. Maar heb je je moeder nooit boos gezien? Nooit op die manier. Mm. Ik zie haar ook maar echt 1 keer in de 3 weken. Ja, 1 keer per week. En dan zie ik haar 10 minuten en dan gaat ze weer, snap je? Ja. Dan leer je niemand kennen, snap je? Dan leer jij hem kennen. Nee, maar vroeger met Center Park en zo ging het toch ook dan met je op vakantie. Maar dan ook daarbuiten gewoon ook niet helemaal niet, zeg maar. Nee. Weet nog een keer dat ik bij jou was en toen was Randy droog en een smashball spelen. En toen kwam ze ook. Nee, mijn dood was niet. Ja, dat was wel nice. Ah, sapplee. Zit er echt helemaal niks op? Zo. Je hebt gewoon alleen de brood. De patty. De pet. Oh, ik heb het super warm. Doe je broek maar uit. Nee, ik kom door die pet. Nee, want die pillen neem je niet mee als je dood bent. Soms wel. Je liepen vroeger altijd van die zwerfkatjes, toch? Maar nu niet meer. Weet ik niet. Maar nu... Is allemaal vermoord. Nu in 1 keer doe ik mijn moeder gewoon weer normaal. Dus dan doe ik ook gewoon normaal. Maar ik heb wel zo'n macht op van, als je wel 1 keer te maken komt, dan zeg ik je. Oh, sorry. Nee. Ik ga dan niet meteen die aanklacht indienen of zo. Maar ik denk wel gewoon van... Maar jij wil ervoor zorgen, doe het dan ook. En zeg anders gewoon tegen me dat je er niet voor wil zorgen. Zo simpel is het. Als jij dat niet wil, dan kun je het toch gewoon zeggen. Dat, ik oordeel niet, alleen als jij er niet voor wil zorgen, dan zoek ik iemand die er wel voor wil zorgen. Simpel. Nee, die gaat er niet voor zorgen. Nee? Als zij ervoor gaat zorgen, dan ga ik daar het huis uit. Dan moet ik er maar rek van hebben. Kut, kind. Nou, weet je, het is ook echt wel een vervelend kind. Ja, omdat ik niet wordt opgevoed. Maar ik ga nog niet thuis zijn, maar hij is gewoon super irritant en hij weet niet wanneer hij moet ophouden. Hij is gewoon niet goed opgevoed, zeg maar. Als hij zijn zin niet krijgt, wordt hij boos. Net Isa.
Ik wil een pauze! Ik wil een pony! Ik kan Dora spelen. Ik kan andere pimmels. Ik zag. Het was gisteren, hè? Gisteravond weer bij. Eeuw. Nee, jij nog sappige verhaaltjes? Ja. Nee. Wel sappige verhaaltjes. Dit moet je eruit geven. Over dit broodje. Over? Over dit broodje. Oké, okay. Dit broodje is gemaakt bij de McDonald's in Veghel. Het is in het broodje niet. Nee, dat hoeft ook niet. Dit broodje. Wel nu goed? Jij zei dat niet hoeft, hè? Oké, okay. De cliffhanger voor de volgende vlog. Net zoals op die date, ik zei ook. Ja. Je weet dat dit wordt opgenomen. Grapje, ik heb echt goed geluisterd. Ja, je hebt wel goed geluisterd, want hij heeft alles verteld. Ja, maar ik luister er ook oprecht. Want ik wil dat ze Russel leren. Nee, ja, dat bedoel ik. Nee, maar dadelijk zat ze zo van, ja, ik werk bij de gamma. Huh? Pijp de baas, dus ik niet meer geld. Dan denk ik echt van, oké, uit zo. Wat zeg ik? Wil je 5 hebben? Oké. Okay. Ja, ik ben naar gamma. Ga solliciteren bij de gamma. Oh, wacht. Moet ik even naar Den Bosch rijden? Zet ik je daar af? En dan rijden we naar kom maar heen, kom maar, ga poelen. Waarom rijden we naar Duitsland? Doei! Oh, dat is echt kut. Oh, mijn mobiel is leeg. Mag ik bellen? Doei! Kleren uitknippen. Zo. Nee, dat is waar. Nee, dat was de bilse lief, hoor. Dat was wel echt een oprechte liefhuis. Oké, okay, die er gewoon gaan sturen, dat snap je. Nee. Ja, weet je, je kan wel zeggen dat je YouTube-films maakt. Dat is niet meer zo beschamend als rolschaatsen. Hoe je dat eruit hebt? Rolschaatsen is superleuk. Nou, lijkt het net alsof ik het meen. Ik ben echt heel... maar... Ja, als zij dat leuk vindt. Nee, iedereen heeft gewoon recht op wat ze zelf leuk vinden. Ja, wat is dit? Kun je die spiegels maar even draaien? Die spiegels nemen niet mee als je er bent. Ja, maar we vroegen wel aan haar van hoe ze daar dan bij was gekomen. Toen zei ze, ja, op de basisschool waren de vriendinnen die dat deden. En zo is ze daarbij gekomen. Ze, is daar, ja, ze vond het wel leuk. Nou, het is een soort kunstschaatsen, maar dan op... Ja, rolschaatsen. Ja, op hout, zeg maar. Ik hoop echt dat het zo'n koud regent in ieder geval. Nou, hoe vind je nou gaar? Zal ik er ook even spelen? Nee, nee, dat moet je niet doen. Nee, maar gewoon. Maar pas als jullie één eigen relatie hebben, dan laat ik het zien, dus het meteen weer over. Nee, jongen, als ik een relatie krijg, dan. Deze vlog. Dan is dat zwaar. Nee, grapje. Nee, weet ik wel. Ik ben daar nou nog niet echt mee bezig met. Een label plakken. Nee, dat hoeft niet. Ze is wel relatiemateriaal, maar ik ga er geen label nou op. Nee. Nee, dat is veel vroeg voor. Morgen pas. Of, nou, over 2 uurtjes. Ja, over een uurtje. Is dat mee? Dat is gezegd. Nee. Kan je kot seks hebben? Breng dat herinneringen op. Nee. Nou, oké. Gelukkig. Ik dacht, misschien kan je nu weer een sappig verhaal te maken. Dat was niet gebeurd. Dat heb ik wel verwacht. Wat zeg je? Dat heb ik wel verwacht. Nou, dat is echt warm, jongen. Als je de deur open zet, dan regent het binnen. En ik was echt slecht in poelen, man. Ik deed serieus niet extra. Ik liet dan wel een paar keer extra zo slaan, weet je wel. Zodat ze dan... een kans maakte. Maar... dat je die zwarte bal erin deed, zeker? Nee, volgens mij heeft ze niet gedaan. Ik heb die zwarte bal er ook een keer niet in gekregen, maar... het was gewoon van... ik wil de bal potten, alleen dan komt hij net elke keer tegen een randje aan. Dus gewoon net niet, snap je wat ik bedoel? En hij heeft nog wel een poeltafel thuis. Ja. Schaamde. En toen potten deed ik er 2 achter elkaar, terwijl het stil was. Dus hij zei, ik denk dat we weer moeten praten. Dus ze heeft ook wel humor. Ja. Ik zei, nee, kijk ik gewoon. Dat is wel grappig op zich. Dat is wel cool. Coolie Julie Reno.
loser. Jij bent echt een loser. Ik schrok. <Sorry. laughs> Die gaat in slow motion. Nee, die heeft ook. Ja, dat klopt. Maar die kan je niet zien. Ja, al die mensen kijken nou. Say what? In de buik. Het is echt warm in die auto. Nou, klopt. Ik wil echt niet checken. Let's go. Nee, kom. Stap maar even. Kom even naar mij. Hij is gestopt met opnemen. Je bent echt een loser. En hoe ga je met Pokémon geweest? Nou, goed. Oh, dat was de wind. Ik denk al. Zo is dat hier. Ventilatie aan, maar dat kan. Nee, de candy wanted out staan hier. Hoe lang duurt het om zo'n aflevering te renderen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel het s'nachts aan en 's ochtends als je gaat renderen. Ik bedoel dat jij het moet renderen, snap je? Bewerken, de video. Bewerken? Heel kort. Ik dacht dat het super lang duurde. Nee hoor. Nou, moet je nu eerst zeg maar Pokémon stream aan doen, dan die bewegingen maken en dat daarin plakken? Nee. Oké. Okay. Nou, dat zal het niet zo goed. Mijn respect is nou een beetje maar. Dat jij nog durft praten over respect. Niemand respecteert jou. Nou, we hebben het ook over. Hè? Nou, kijk, we hadden het zo over exen. En je vroeg heel aan mij: waar ben je met je ex? Dus ik begon te lachen. En ik vroeg aan haar: praat jij nog met je ex of zo? Toen zei ze: nee, ja, ex is ex, maar als ik ze op straat tegenkom, dan doe ik wel gewoon normaal. Ja, dat moet ook wel kunnen, toch? Ik bedoel. Nou. Ja, of het moet echt een fout zijn. En jij, ik zei, nee, ik ben een vrouw uitgelegd van, ja, ik was 17, ik leerde haar kennen, bla bla bla, uiteindelijk, 3 jaar later. Dus ik snap wel dat als ik nou zeg van... 3 jaar later. Van ex is ex, ik snap wel dat je dat niet gelooft, maar toen was ik nog verliefd. Mm-hmm. Maar toen liet ze mij zien hoe ze echt was. Ja. Nee, maar ja, snap je, en toen zei ik ook van, ja, toen... Dus ze zei van, ik heb pauze, ik zou pakken spullen al. Toen heb ik haar niet meer gespeeld. Yes! Ik wel. En zij zo, yes! Oh, yeah. Ik heb wel gespeeld. Ja, jij wel, weet je, fijn. Nou, zij kwam bij mij in de winkel. Ja, op rot, hè? Ja, we zijn dicht. Ik mij praten en ik we zijn dicht voor borderlines. Borderline! Nee, we passen geen wegenwachtpakket aan voor borderlines. Nee. Nee. De... Maar jij dicht? Hallo, oh wat leuk, oh, ik zie nog het uit, Monique. Dat zou ik nooit. Hoe jong ben je, 20? 120 al! Oh. Nee? Nee, 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 ik zei. Hey, John Joyce. Dat zei hij. Hij had die foto gelijk. Ja. Yeah. Ik zei nou, heb een foto te doen, dat zei ik tegen haar. En toen zei ze, dankjewel, deed wel pijn. En toen dacht ik, yes! Toen zei ik, maar je zei, oh, ik like de foto. Nee, dat zei ik. Dat ben ik al. Yes, Joe! Dat bedoel ik. Zit er een paar, ja, er zit een paar in. Hallo. Mijn respect ging voor jou die dag echt, zeg maar. Het was zeg maar hier. Nog mijn vader. En het ging echt, zeg maar, toen jij zei van... Toen ik erachter kwam, want je had, zeg maar, je had het niet gezegd. Ik zag het. Toen ging het echt in één keer zo. En nu is het nog steeds, ja, kijk, zeg maar, daar beneden. Zeg maar. Weet je wat het probleem is? Bij mij kan het nooit verder omlaag. Dat begon al toen we elkaar leerden kennen. Toen dacht ik al van, dit gaat nooit meer goed komen. En ik had gelijk. Ja, nu gaat hij weer iets omhoog. Ah ja, want je bent van... Maar ben je voor Ressen? Ben je voor Ressen? Ja. Oh, nou, het heeft iets klaar. Zo hou ik dat een beetje onder controle. In evenwicht. In harmonie. De yin en yang. Van respect. Nice. De slipper is kapot. Fijn. Wordt het domme. Hallo, we gaan hier niet schelden. Ik moet daar echt poepen. Ik zeg het. Ik voel mijn buik. Ja, eerst 200 gold bricks en dan ga je pas poepen. Ik heb nog nooit zo lang gedaan over McDonald's. Nee, ik zit echt van schiet alsjeblieft op. Verder! Degene, dat is dat meisje van gisteravond, ga je kotsen. Weet je hoe ze heten? Nee. Ratens. Isa. Jij vindt het een hele mooie naam. Mila? Nee. Isa? Nee. Nee, dat is geen mooie naam. Ik weet het niet. Het is Hermeline. Het is een meisje.
En jij vindt het een hele mooie naam. Ik ga hier niet op in. Nee, kom op. Nee, ik ga hier niet op in. Zeg wat het antwoord is. Dan zeg ik van, ah ja, dat had ik gewoon moeten. Nee, daarom wil ik eigenlijk dat je het raad. Jawel, want heb je ooit tegen mij gezegd van als jij dat de kinderen kreeg? Luna? Ja! Oh lol. Ja, dan had ik dat moeten raden. Ja, maar ik dacht... Oké, ik ga niet zeggen wat ik dacht, want dat doe ik straks wel. Maar ik dacht dat je wat anders, en daar had ik echt voor geen zin in. Oh! Ja, nee, dat... L. Ja, of een andere, of dit. Oh, ja! En dan zzz. Als dat slaat. Ja. Dat is geen mooie naam. Slattering. Dat is geen mooie naam, hè? Nee. Dan heet je misschien niet van Milan. Dat is eigenlijk geen naam. Copyright! Wat is die muziek? Een hele raam heeft beslagen. Nee. Oké, okay, ik heb nog één euro knallen. En die knal ik echt in mijn mondje. Moet nog langer wachten. Hoe vond je hem trouwens? Zonder iets zoals... Ik moest bijna overgeven. Kijk. Zie je? Zo eet ik mijn handen. Gewoon een droog broodje met een droog stukje vlees. En dan weet je nog op. Dat we er gewoon 4 gingen halen? Vroeger. Vroeger. Justin. Die hier staan die kleinheidje. Dat is ook niet waarom ik heb maandverband in mijn auto. Want dat is nu dan gevaar. Oké, okay, dus ik denk nu gewoon van, ah, hij is van een meisje, dus dat is een eikel. Dat denk ik volgens mij eigenlijk niet. En ze zei ook van, ik dacht eigenlijk dat je me ging ontvoeren. Ik zo. Yes! Ja, ik zei van, nee, als ik dat wilde. Nee, ze dacht dat ik met vrienden was in de auto en bla bla bla. Ik zei, dude, we gaan poelen samen. Ja. Ik ben gewoon een normale jongen. Nou. Met een grote penis. Oké, okay, je moet dit zeg maar zien als tegenovergesteld. Dat is andersom daar. Dan ben ik geen normale jongen. Met een grote kleine penis. Oh, kleine penis, een hele normale jongen. Check. Miel is een leuke jongen. Met een grote penis. Dat is een hele grote penis. En Unox. Alles aan daar. Unox. Wauw. Ik heb wel de theorie ervan opgezocht. Ja. Yep. Altijd verschillende soorten maten, kromme, rechte, scheve. Dat is wat hij doet in zijn vrije tijd, dat allemaal opzoekt. Ook. Je hebt degene die in slappe toestand het zou zijn, bewijs van, die een beetje zwanger zijn. Maar als ze dan stijf worden, dan worden ze zeg maar 2 of 3 keer zo lang. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar je hebt ook, dat heet bloedlul trouwens. Dat was met bloed, goed. Je hebt ook donslul, de Unox. Die zijn zeg maar, ook in slappe toestand, zijn die zeg maar al net zo groot als in stijf. Het enige wat verandert is dat die dan rechtop gaat staan. Rechtop gaat staan. Dus het oog veel groter. Biologie les met Justin. Seksuele voordelen. Ja. Dus de voordelen ervan zijn, nou, het oog groter. Heb je nog een andere type? De nadelen ervan zijn, als je gaat fietsen of zo, dan lijkt me... Heb je er geen kleine die, als je stijfelt ook klein is? Ja. Ik denk dat dit zag ik bedoel. Oké. Dat weet je heel goed, die ziet hij elke dag. Ik wil alleen het knobbeltje. Nee, ze trekt helemaal in, hij komt niet eens uit. Daarom heeft hij zo gedaan. Nee, maar dan zou ze het al veel eerder hebben gedaan. Dat was de eerste keer dat ik dat zag, dat zou ik hem doen. Maar volgens mij was hij niet meer maag toen hij voor het eerst met haar had. Dat weet je toch? Of wil je dat nou niet zeggen? Maar waarom waren we dan? Okay. Ja, volgens mij ik wist, was ze nog maag aan de voorkant. Dat is nog veel vieze. Die wordt gebeld. Het is Isa. Wie is het? Joost. Spannend. Joost kan dan bellen, weet je nog, met Skype? Ja, maar dan. Yo! Ik zit nou bij de Mac. Ik ga wel vanavond potjes doen.
Toen zei ik, zit nou bij de Mac, man. Ik heb ook niet veel zonnebank. Maar ik liep naar Karma. Maar Karma is op zondag dicht. Toen moest ik naar Sanselijn. En daar ben ik nog geweest. En toen ben ik nog naar de Mac geweest. En ja, toen heb ik eigenlijk een beetje zitten praten van, met mijn moeder van wat ik nou wilde na school. En ja, nu is ik weer te eten. Maar het komt goed, man. We doen dat allemaal gewoon straks, ja? Met Milan. Hoe gaat het met Edje? Maar er was van een wilde vogel die jij uit de tuin hebt opgepakt, die nou gewoon bij jou blijft. What the fuck, ja. Hij is gewoon de bird whisperer. Netjes. Waarom speel je dan geen Quinn? Wat zeg je? Nee, ik heb een kat en honden die vreten die vogel op. Nee, dan leek ik die vogel. Kung fu. Nou, het eerste wat hij zegt, kaka! Yo, thanks man, ik zie jou vanavond al. Hij heeft een vogel, we zaten zo te schuipen. En ik kijk gewoon naar zijn gore hoofd. Hij zei, zie je niks? Ik zei, je hebt je kamer niet opgehangen. Hij zei, nee, op mijn schouder. Het zat er gewoon zo'n zwarte muts ofzo. Ik zei, hoe kom je daaraan? Heb je die gekocht? Hij zei, nee, de tuin opgeraapt en sindsdien blijft hij gewoon bij me. Ik zei, oh, what the fuck? En hij heet Ed. Dus ik heb een keer, Edje. En die gast had, kaka! Dus, weet je nog die aflevering? Joost is aan het bellen, dat het in beeld kwam. Ik zei, oh, Joost is aan het bellen. Zoek op! Want ik ga geen linkje in de beschrijving zetten, want het kost veel. Nee, ik zag even jouw gezicht in.